Het vijfde en daarmee ook laatste CES-journaal van de CES 2013. En ik ben benieuwd of we nu bij het afvoerputje van de beurs zijn aangekomen. Of dat we nog wat interessants hebben weten te vinden. Ik ben benieuwd hoe vaak jij je realiseert van, oh fuck, het is 2013 als iemand dat zegt. Ik elke keer weer, als iemand woorden 2013 zegt, ik zit vol in 2013. Ik ben er niet helemaal bij. Ik ben er helemaal in. En ja goed, er waren nog wel wat leuke dingetjes. Ik was heel erg, ik bedoel, er was niet iets heel erg groots wat betreft de Steambox, maar toch rommelde het een beetje omtrent de Steambox. Ja, nog steeds de hele week, elke dag, was er een beetje rommeling. Was er wel iets. Ja. En wat ik wel bizar vond, is dat ik ook las over een van de mensen bij Valve. Die hadden gezegd dat ze een niet te rigide willen vasthouden aan één set specificaties. Ze zeggen Steambox voor iedereen wat anders, wat ik een beetje wazig geneuzel vind. Maar ik weet niet of dat heel slim is, want dat is juist wat Steambox moet zijn dan. Een soort van uniformiteit aanbrengen in PC-hardware. Maar er was nog iets anders en ik hoop dat jij daar even objectief over kan praten. En niet vervalt in je standaard praatje van de tv is vet en de monitor is kut. Maar het concept is natuurlijk PC gaming naar de woonkamer halen. Ja, cool. Maar ik heb wel serieuze vraagtekens bij dat idee. Want de PC is toch wel heel erg ook het platform bij uitstek waar strategy en waar MMORPG's en zo op shinen. Dat is echt iets wat het onderscheidt van de console. Blizzard heeft zo'n game. Dota 2. Nou, heel Blizzard. Maar gewoon, weet je, StarCraft, World of Warcraft, dat soort games. Ik zei Blizzard. Valve heeft zo'n game, Dota 2. Die heeft niet eens controller support. Dus het is niet zo dat Valve nu zegt van, iedereen die achter zijn bureau gamet, fuck jullie. Dit is Valve's manier om hun ecosysteem aan hetzelfde publiek aan te bieden als mensen die nu alleen maar een Xbox en PS3 hebben, die verder alleen thuis een laptop hebben of in ieder geval niet een grove game per se hebben. Ik vind het wel belangrijk dat het niet een soort van overgang is van het een naar het ander, maar dat het zich uitbreidt naar. Nou, ik bedoel, MMO's spelen ze niet de doelgroep. Er zijn geen eens MMO's op Steam, tenminste bijna niet. Misschien Terra nu het gratis is, maar nee. Dit is echt de mensen die weet ik veel, Half-Life 2 op een bank willen spelen, zoals het hoort, zoals je die game hoort spelen met een controller in je hand. En, nou, dat is ook toch een ander ding. Ik blijf erbij, weet je, de shooters, voor mij is echt de charme, als je achter je monitor zit met die hoge resolutie, lekker dichter op die immersie van, weet je, een first person view en dicht op een monitor zitten. Maar in combinatie met die controls. 1080x1080 is een prima hoge resolutie. Ik heb een 40 inch tv, ik doe alles full HD, die games zien er fucking crisp uit. Daar gaat het niet om, maar het ziet er nog crisper uit op een monitor van 24 inch. En met hoe dicht je erop zit, en met het voorover en de controle van je muis, met hoe dicht je het ziet en hoe je dan richt, het is voor mij echt... Ja, voor twitchy shooters misschien. Een van de redenen, het is gewoon ook de ervaring, ook voor mij, want ik ben geen hardcore shooter speler, ik ga voor de singleplayer ervaring. Ja, maar goed, voor Call of Duty maken skills niet zo heel veel uit, singleplayer. Dat is namelijk, je mikt ergens in de buurt van een mannetje en het raakt altijd wel. En dan ploft de hele wereld, want het gebeurt om de 3 seconden in Call of Duty. En die ervaar ik echt net zo goed vanaf de bank, als een soort van Jerry Bruckheimer film. En ik denk dat ik minstens evenveel in mijn game word gezogen op mijn 40 inch tv, waar ik altijd echt met mijn neus bovenop zit. Laten we het terugbrengen naar de CS. Het zijn persoonlijke voorkeuren. Weet je waar ik op wil gaan gamen? Er is een bedrijf, moet ik even spieken, Westinghouse. Die heeft een... we hebben al de hele week hebben we de strijd gehad om de grootste tv en de meest hoge resolutie tv. Nou, hoge resolutie is voor iedereen 4K. Tot nu toe was volgens mij 84 inch 4K de grootste die we gezien hebben. Nou ja, dat was wel er waren wel wat uitschieters, maar dat was van de productiemodellen die op komst zijn. Is dat een... Westinghouse heeft gezegd, fuck dat, hier heb je een 110 inch 4K tv. Dat ding was zo groot als een hele fucking hotelkamer. Het was een onwijs prototype, want de hele achterkant hing nog open. Er lekte nog licht aan de achterkant. Ja. Maar als jij een schamele... Gewoon een muur. Als jij een schamele 3 ton over hebt voor jouw tv-ervaring, kan jij vanaf volgens mij eind dit jaar eentje bij ze bestellen. Ze worden gemaakt op bestelling. Dus het is niet zo dat je er straks overal in de winkels gaat zien. Als jij er eentje wil, dan moet je ze echt opbellen van hallo, wil je er eentje voor je maken? En dan krijg je een paar maanden later. Ja, het is disproportioneel. Ik heb dan zoiets van, dan als je zo filthy rich bent, doe dan gewoon normaal 20, 30.000 voor een 85 inch OLED 4K scherm. Ja, dat zou ik ook doen. Moet wel bijgezegd worden, maar er waren ook al 109 inch 1080p schermen. Of 102 inch, in ieder geval in die range. En dat was een hele slechte ervaring als je in de buurt kwam, omdat het gewoon heel lelijk opgerekt werd. 4K maakt dit soort oppervlakte wel mogelijk. Dat wordt interessant aan dit verhaal. Absoluut.
Ja, goed. Wat ik ook interessant vind als je gaat kijken naar... want je wil ook een aantal van dit soort schermen met touch. Dat zijn ze een beetje aan toevoegen. Er was ook een bedrijf, Neonode. En die hadden ooit al een toestel uitgebracht. De N2, maar die is zwaar geflopt. Alleen die techniek van hun, die is nu vertaald in een nieuw jasje. Het is zeg maar een techniek die alles touch maakt, wat niet touch is. Ja. Alleen door middel van infrarood. Ja, 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 dat is bijvoorbeeld de Amazon Kindle Fire doet het volgens ja, mij. Ja, maar er waren ook bedrijven. Een paar van die all-in-ones die, die hadden in feite infrarood sensors in de hoeken zitten, zodat je niet het scherm fysiek hoeft aan te raken. Maar als je met je vinger eigenlijk erboven hing, was het al genoeg. Ja. Aan de ene kant vinden mensen het vaak een gedateerde techniek. Ik heb ook 10 keer liever capacitive touch dan infrarood. Maar het is wel een manier om schermen en andere objecten die geen touch ondersteunen, die touch bediening te geven. Dus ja, ik ben benieuwd of dit ergens heen gaat, die techniek. Of dat het eigenlijk een soort van too little too late verhaal is. Nou, wat ik zeg, ik bedoel, Amazon Kindle is in Amerika echt een groot, veel verkocht product. En om kosten te besparen zijn die dingen gebruikt in infrarood. Ook zie je nog steeds natuurlijk een heleboel kleine, losstaande producten langskomen. iFrogs, die had een iPhone 5 gaming case, zijn er wel vaker geweest. De Kaliber standaard. Ja. Het is redelijk groot. Gewoon shells om je iPhone heen. Ja, deze is voor iPhone 5 ook? Ja, dit is de iPhone 5 versie. D-pad en knoppen. Op zich heel tof, want dat is natuurlijk iets als je echt veel gamet erop wat je wilt. Is touchscreen geen optie sowieso? Nee, maar ik blijf erbij, zeker op de iPhone, met iOS eigenlijk, de ondersteuning is gewoon te beperkt. Nee, het is niet all across the board, het is geen standaard voor. Nee, kijk, op Android heb je gewoon, want dit werkt ook met Bluetooth. Ja. En op Android is daar gewoon best wel veel ondersteuning voor. En de emulatoren, alles werkt ermee. Ja. Dus daar is dat een hele toffe toevoeging. Alhoewel je dan ook net zo goed met een losstaand of met een los controllertje kan werken. Ja, je kan gewoon je PlayStation 3 controller op aansluiten. En het ding is, daardoor zijn Android telefoons, zou je in theorie... Ik bedoel, daarmee heb je ook de OEA. Je kan in principe een Android telefoon met een HDMI out en een controllertje als volwaardig wil ik niet zeggen, maar als gameconsole vervanger gebruiken. Zeker met die emulatoren. En het is heel jammer dat... Ja. Aan de ene kant begrijpelijk dat Apple geen emulatoren toestaat, maar het is wel een grote pluspunt voor Android op het moment. Ja. Ja, en nog een gadget, en dit is er eentje. Ik vind het heel mooi, maar het is zo, wat mij betreft, verschrikkelijk loos. Van Translucence, een clear toetsenbord. Het is fucking dik. Het is heel mooi, maar dan heb je dus precies wat je qua interface niet wilt. Dan heb je een toetsenbord. Die niet reageert met op wat touch. Je doet. Ja. Want het is een glazen scherm, of een glazen plaat eigenlijk. Capacitive touch. Wat er wel tof aan is, is dat je zelf met software printjes kan maken die aangeven wat de toetsen zijn. Lijkt me redelijk logisch dat ze dat erin zouden stoppen. Ik zou het dom vinden als ze dat niet zouden doen. Ja, nee, maar je kan dus zelf kiezen wat er op de toetsen wordt weergegeven. Ja. Alleen, dan zit je dus met een toetsenbord wat aanvoelt alsof je op een iPad aan het typen bent. Ja, waardoor als je daarmee gaat gamen, weet je, heb je je vingers... Gewoon typen. Ik zou er niet aan moeten denken om op zo'n toetsenbord... werken. Dat zou kut, maar als je dan bijvoorbeeld, stel je voor je gaat World of Warcraft spelen, je hebt niet dat F'je, je hebt niet dat reliefje op de F-toets die iedereen heeft, waardoor je weet waar je vingers zitten. Nee. En je gaat gewoon de hele tijd, dan zit je 5 centimeter ver naar links, dat zijn niet mijn WASD-knoppen, weet je wel. Dus als dit dus nou zouden maken met riggeltjes ertussen, dan zou ik al een stuk blijer zijn. Ja, nou, ik vind het al, maar het ziet er mooi uit, maar verder, ik zou er voor geen goud op willen werken. Cool, wat waar je ook niet op kan gaan werken in Amerika, is dit is een heel slecht bruggetje vooral. Samsung heeft de Atif tablets, dat zijn Windows RT tablets, die hebben ze een tijdje geleden aangekondigd. En ze hebben inmiddels aangekondigd dat die niet naar Amerika gaan komen, omdat de vraag naar Windows RT tablets gewoon te laag is. Zij zeggen van, mensen begrijpen Windows RT niet, wij denken niet dat het de moeite waard is om te gaan opvoeden en om Windows RT te gaan markten voor Microsoft. Dus dat is best wel... Dat vond ik best wel schokkerend. Samsung is een grote tabletmaker. Ja, zeker als je nagaat dat RT's dat zijn de instapmodellen. Ja. Dus dat betekent dat de goedkopere versies van die Windows 8 tablets niet naar de Amerikaanse markt komen. Nee, en misschien nu ze gejailbreak zijn, dat vond ik wel een grappig nieuwtje. Ja. Wordt het wat interessanter, maar blijkbaar nog steeds niet interessant genoeg voor de actief. Dus, wat ik zei, die Windows RT tablets zijn gejailbreakt. Wat blijkt dus, Internet Explorer en Office draaiden al in de desktop mode van Windows 8 op de Windows RT tablets. Dat waren x86 applicaties, maar omdat ze gesigned waren op een bepaalde manier door Microsoft, kon Windows RT ze openen en blokkeert hij de andere programma's. Ja, dus nu een Tether jailbreak die tijdelijk het geheugen aanpast op zo'n manier dat hij niet meer checkt of het Microsoft-programma's zijn, waardoor je in principe een hoop x86-programma's kan draaien op je Windows RT tablet, totdat je hem reboot. En Tether betekent met draadverbinding en dat als de batterij duurt bijvoorbeeld een keertje volledig, als je batterij leeg is, hij gaat uit, je reboot en dan ben je je jailbreak kwijt. Ik weet niet of dit per se ook met draad is, want ik kan me voorstellen dat ze daar een appje voor gemaakt hebben of whatever, maar het komt er in ieder geval op neer. Vaak is dat zo bij die Tether jailbreaks,
Ik kan me voorstellen. Het is in ieder geval zo. Ze passen een geheugen een beetje aan die check voorkomt. Het is gewoon een crack eigenlijk. Ik vind het al interessant dat je nu in een tijd leeft dat je Windows moet jailbreken. Het is een hele slechte sign of the time. Ze zijn echt naar die kant gegaan. Dat is wel jammer. Maar goed, wat betreft Windows 8 tablets. Want daar waren toch wel heel veel dingen van te zien. Ja. Die Gigabyte tablets. Daar is wat meer, had ik een paar items geleden over. De S1185 en de S1082. Je kent ze wel. Op basis met i5 en Celeron. Nou goed, die goedkope met Celeron? Ja. Oh. Dat is de goedkope. Maar die zitten ook rond de 650. 650 voor Celeron voor 6er? Ja. Er zitten verder nog wel wat leuke dingetjes bij. Ethernet port en wel wat opvallende features. Als iemand tegen mij zegt dat hij Celeron processor heeft, krijg je altijd een beetje medelijden. Ja, dan is het echt van. Bijna Giro-nummer in beeld. Ja, precies, een arm kindje en stelen rond. Maar goed, wat zit er nog meer op? Nou ja, de dure versie. Maar dat is ook iets wat ik wel interessant vind. Dan zit je dus wel gewoon met i5 en alle toeters en bellen die je verwacht van zo'n tablet. Die zit rond de 1000. En ook, net zoals bij de Surface tablets, nog eens een keer 100 voor je fancy, dunne toetsenbordje erbij. En met die 1100 dan, net zoals voor de Surface, zit je wel heel erg in de buurt van de prijzige ultrabooks. Ja, maar de MacBook Air valt onder de 1000. Het is een interessante... Een hele leuke manier om Faster Than Light in de trein te spelen. Ik vind het een heel mooi systeempje. Ik vind al die Pro Windows 8 Pro tablets heel erg mooi, maar het zijn wel stevige prijzen hoor. Ja, dat is niet misselijk. Nee. Maar goed, er zijn ook wat goedkopere, maar dan wordt het meteen minder interessant. Gek genoeg, Polaroid. Oh, je kent ze wel, de tabletmaker Polaroid. Ik had ook zoiets van, ik vind Polaroid wel tof, want ik had dus die Polaroid-camera mee naar Versus. Ik vind het geen kutmerk of zo. Maar ze hebben dus twee hele goedkope tablets gemaakt, de M7 en de M10. Nou, je kan de maten kan je daardoor wel raden. 129 en 230. Dus zijn wel echt 129? Ja, het zijn echt cheap-ass dingen. En ze hebben ook een kids-tablet gemaakt, die heel rugged is. Die zag ik inderdaad, met een soort van Windows-achtige interface. Nou ja, dat hebben ze dus op al deze dingen, want het is Android. Maar ze hebben een eigen schil en die lijkt heel erg op de modern, metro, hoe je het ook wil noemen, Polaroid, interface. What the fuck? Ik snap het niet. Dan stap je een tabletmarkt in als een Polaroid zijn. Dan doe je het ten eerste al zonder enige bombarie, want dit is echt ondergesneeuwd in de stroom aan CES-nieuwsberichten. En dan doe je het vervolgens door... Ja, wij pikken het mooi even op hier. Ja, op deze laatste dag. Maar niet van wow, wat gaat Polaroid doen? Als ze dit goed hadden willen doen, hadden ze een aankondiging gedaan, een persconferentie, een countdown en een vet apparaat met een vette interface. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben Android gepakt, ze hebben een Windows sausje overheen gegooid, ze hebben voor 129 in de winkel gelegd en niemand gaat die shit kopen. Nee. Polaroid. Hooray. What the fuck? Hey, wat ook niemand gaat kopen. En op zich, het viel wel heel erg mee deze CES, hoeveel van dit soort producten je zag. Hoe je het ook uitspreekt. Een Chinese fabrikant, who would have thought. Die hebben een glasses-free 3D tablet gemaakt. Maar aan de ene kant, weet je... Ze zijn dus één CES te laat. Precies een jaartje te laat. Ja, wat ik interessant aan vind, is niet deze tablet, maar dat het gelukkig niet heel erg aanwezig was op de CES. De 3D was echt dood. En de 3D überhaupt. Ik bedoel, alle mooie 4K-schermen waren meestal wel allemaal 3D natuurlijk. Ja, ze moeten wel. Het zit er gewoon in. Maar het wordt niet zo door je strot geduwd als 1-2 jaar geleden. Ook gewoon die mobile devices. Want ik bedoel, op een gegeven moment, weet je, iedereen kwam met de 3D-schermen. Ja. En nu, je ziet al die vlaggenschip toestellen, niets doet iets met 3D meer. Nee, dus het is wel wat dat betreft. Grote fabrikanten hebben er ook niet echt serieus, behalve HTC volgens mij. Maar, LG, die was er ook mee bezig. Ja, maar Apple en Nokia en zo zijn er volgens mij nooit aangegaan. Apple sowieso niet. Ik hoop dat we snel ook dat het weggaat uit de bioscoop. Want ik wil de Hobbit niet zien, maar ik wil heel graag een 48 frames per seconde film zonder 3D zien. Dat is geen optie. Zelfs geldt trouwens voor Life of Pi, die ook alleen maar in 3D is. Ik verzet me daar niet zo tegen. Maar goed, dat is een ander gesprek. Volgende week gaan we het even voor de Oscars hebben. Ja, dat is absoluut waar. Oscar-nominatie de Hobbit had. Daar gaan we het volgende week over hebben. Goed, ik ben helemaal leeg. Ik heb niks af te ronden. Haswell. Oh ja, ik heb... grapje. Print je het uit gewoon voor slechtzienden. En dan vergeet je gewoon je laatste... We kunnen het hier vaker over hebben, maar dit is efficiënt gebruik maken van het papier, zodat ik niet zo... Goed, Haswell. De volgende... Sandy Bridge. Ja, nee, Bridge. Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell. De volgende generatie, de volgende grote stap van Intel. Intel heeft natuurlijk een TikTok-release schema, waarbij de TIC de grote of de TOC de grote... Maar in ieder geval, ze doen om en om. Ze hadden... Ze hadden Sandy Bridge als een grote release. Ivy Bridge als een verbetering daarop. De eerstvolgende grote release van Haswell. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
Ik weet niet of iedereen dat is. Nu snapt iedereen. Ja, het grote voordeel van Haswell is dat ze een goede integrated graphics chip hebben. Ja. Het wordt echt ingezet op ultrabooks met dikke graphics, de MacBook Airs en alle laptops zonder discrete graphics kaart eigenlijk. Ja. Dus zonder losse GeForce. Ze hebben wat ze hebben daar een demootje van gegeven op de CES. En ze lieten een GeForce 650M naast een Haswell met een Intel HD 4000, is dat volgens mij? Wat de vorige integrated graphics van Intel was de HD 4000. Oké, dat is de opvolger op de HD 4000. Ik ga hier op mijn bek met al mijn feiten. Goed, die twee hadden ze naast elkaar gelegd en de performance was best wel vergelijkbaar. Dus dat is heel mooi. Ik heb nu ook een losse GeForce in mijn video, in mijn laptop. Zo worden. Het was een zware week ook, hè? Dat is echt een hele drukke week. Goed, ik heb ook een losse graphicskaart in mijn laptop. Volgens mij is het ook de 650M. Die zit heel veel in laptops. En ook inderdaad die MacBooks hebben ze veel gebruikt. Het zou wel goed zijn als ik zelf wist wat in mijn laptop zat. Ah, fijn. Maakt niet uit. Maar 3000 euro. Dat was toch voor kniezoor die erop let wat voor grafische chip erin zit. Betekent dat je straks zonder discrete graphicskaart dezelfde graphics gaat krijgen als de huidige generatie notebooks. Dat vind ik een hele tof vooruitgang. Met zo'n 650 kan je echt gewoon heel leuk feitelijk alles draaien wat er vandaag de dag is op PC-gebied. Op max, maar je kan de zwaardere games echt heel strak draaien. Dus. En denk wat dit betekent voor lightweight HT-PC'tjes en dergelijke. Ze hoeven geen losse videokaart, geen losse koeling meer voor die videokaart, geen stroomverbruik. Nee. Denk wat het kan betekenen voor een Alienware X51. Ja, het is echt heel tof nieuws dat het zo goed gaat met Haswell. Absoluut. Cool, dat was mijn afsluiter. Dat was de CES, Nino. Was dat de CES? Dat was de CES 2013. Volgende week drukke week. Ik wil echt over de Oscars gaan praten, maar dat past er nu even niet tussen. Er zijn nog wel dingetjes, dus volgende week komt het allemaal uitgebreid aan bod. Ik ga Daniel ook even aan zijn oor trekken, want die was er natuurlijk bij. Zondag met Dennis Mons doe ik ook nog iets ter gelegenheid van de CES. Ja, klopt. Dus we zijn er nog niet helemaal klaar mee, maar dit was wel het einde van het CES-journaal. Ik ben heel benieuwd. Ik heb Daniel zijn foto's op Instagram. Lopen volgen. Die heeft echt een topweek gehad. Hij heeft over topweek gesproken. Hij heeft echt een topweek gehad. Dus ik wil echt heel graag weten wat hij daar allemaal heeft gezien. En, en als we iets zijn vergeten, een belangrijk nieuwtje, zet het vooral in de comments. Dan kunnen we dat nog naar kijken en het meenemen volgende week. Mag ook op Twitter trouwens. Ja, dan mag ook. Doei, fijn weekend.